34. De stem van Zuidoost-Drenthe. Vlinderstad Supercharge. Zo 34. Ja, en in december dan staat er iets heel bijzonders te gebeuren in M Centrum. Want de allermooiste, grootste boom komt er weer te staan. De kerstboom, Joris Kerstboom. En jullie zitten erbij van de Rotary. Want vertel, wat voor kerstboom is het? Het is een hele mooie, het is een echte kerstboom, dus geen kunstboom. Hij komt hier in de buurt uit het bos en is ongeveer 10 meter. Vorig jaar hadden we eentje, die was bijna 20 meter. We gaan het wat kleiner doen. En daar komen allemaal wensballen in te hangen. En die komt hier op de stadsvloer te staan. En dan kan iedereen een bal kopen bij ons voor 5 euro bij de Rotary. We hebben daar een standje staan. En dan gaat dat naar het goede doel. Ja. En dan heb je even nog een vraag, hè? Want we hebben het dan over de Rotary. Maar er zijn verschillende Rotary's in Emmen, toch? Ja, wat is want jullie zitten jullie bij dezelfde Rotary? Nee. Want inderdaad, Ans, jij zegt het ook al. Er zitten misschien mensen te kijken die denken, wat is een Rotary? Ja, wat is het? Ik denk dat jij dat beter kunt vertellen dan ik. Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie. En het idee is om je dienstbaar op te stellen ten opzichte van de maatschappij. Er zitten mensen bij met allerlei talenten en kennis en kunde en allerlei beroepsgroepen. Ja. En samen kan je dus heel veel betekenen voor de maatschappij. En dat is eigenlijk het doel van de Rotary. En die hebben een paar regels hoog in het vaandel. En dat is ethiek, normen en waarden, maar ook vriendschap tussen elkaar. En ook inderdaad je beschikbaar stellen ten dienste van de maatschappij. Maar dat is dus een soort vereniging. En je hebt ook een soort van clubhuis of zo. Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, we hebben nou een soort van clubhuis. Dat is hier in Emmen. Dat is bij ons Hotel Ten Katen. Bij jullie... Luxe clubhuis. Van de Valk. En in Emmen zijn er drie Rotary Clubs. Ja. En zo heeft elke stad heeft wel een Rotary Club. En wereldwijd zijn wij heel groot georganiseerd. Ja. En jullie zijn dus met z'n allen, dus de drie Rotary's. Die zijn op het idee gekomen om een wensboom in Emmen neer te zetten. Dit is nu de tweede keer dat jullie dit jaar doen? Of? Ja, dit is de tweede keer dat wij een wensboom in Emmen hebben. Ja. En hoe zijn jullie zo bij dat idee 2 jaar geleden gekomen? Nou, het idee komt ook met name van jullie club, maar goed, ook wel onze club. Ja. Samen met de KRO, Joris Linsen, die dat organiseert. Ik weet niet of ze ons gevraagd hebben of... In de samenwerking? We hebben ze. Joris Linsen, van Joris Kerstboom, die is van KRO-NCV, die hebben wij vorig jaar gevraagd. Mm-hmm. Wij wilden heel graag een wensboom. De Rotary heeft op meerdere plekken in Nederland een kerstwensboom. Mm-hmm. En dat wilden wij ook heel graag in Emmen. En vorig jaar hebben we dat met een heel groot concert georganiseerd. En dit jaar dus met jullie, met het Glazen Huis. Ja. Joris Linsen hebben wij erbij geroepen vorig jaar, omdat hij ook zo'n boom heeft. En dat komt op televisie. En we dachten, dan hebben we ook een leuk stukje city marketing voor Emmen. Vorig jaar zijn we heel kort in beeld geweest. Maar dit jaar hebben ze gezegd, jullie doen het zo goed in Emmen. Wij willen Emmen ook graag wat prominenter in beeld. Kijk, heel goed. Dat is dankzij jullie. Dat er zo'n mooie boom staat. Ja. Dat we de landelijke televisie weer gaan halen. Ja, en wij zijn natuurlijk als organisatie van het Glazen Huis heel blij dat jullie dit jaar aanhaken. Want hoe is dat dan tot stand gekomen? Jullie hebben gehoord van Zo 34 en het Drenthe College doen het voor Stichting Het Vergeten Kind. Want dat is het doel voor de mensen die het gemist hebben. Ja. En toen hoorden jullie dat en dachten jullie, daar zien we wel wat in. Dat is een mooi doel. Of hoe was die gedachte erbij? Nou ja, kan ik zeker iets over zeggen. Vorig jaar viel het ook in hetzelfde weekend. Ja. Dus bij jullie een hoop reuring om de tent. Bij ons een hoop... van alles te doen. Mm-hmm. En toen kwam eigenlijk van ons idee van... zullen we hun vragen of we mogen aansluiten? Dan hebben we 1 podium voor ons allemaal. En zo kwamen we dan bij jullie terecht. Ja. En jullie heel positief, samen met Drenthe College. Meteen van, geweldig, mogen we doen. Ja. Wij heel blij. En hebben we dus al diverse vergaderingen gehad. En al een hoop lol met elkaar gehad. Absoluut. Een groot feest worden. Ja. Daar gaan we wel vanuit. Ja. Want het leuke is, jullie staan ook ten tijde van het Glazen Huis en de Wensboom ook zelf chocolademelk te verkopen. En een lekker gluwijntje. En natuurlijk de kerst.
kerstballen. Ja. Dus dat wordt een hele gezellige 4 dagen. Ja, want neem ons eens mee naar de invulling van de boom. Daar moeten kerstballen in. En iemand die koopt een bal en die hangt hem erin. Of moet er nog wat met die bal gebeuren? Wat... Nou, dat kan. We gaan 8 december gaan we al starten met de kerstballen verkopen. Dat is volgende week zaterdag. Zaterdag over een week. Mm-hmm. Dan aanstaande maandag gaat de mooie boom al geplaatst worden. Okay. Naast de HEMA, nou ja, op de plek waar het glazen neus komt, een paar meter ervoor. Ja. Naast de oliebollenkraan. Naast de oliebollenkraan, ja, klopt. Ja. Die zaterdag gaan we al beginnen met het verkopen van de ballen. Maar de donderdag erop, bij de start van het glazen huis, is Joris Kerstboom ter plekke. In de grote kerk in Emmen. Dus de mensen die op dat moment de ballen koopt en het verhaal willen vertellen over de foto die ze plaatsen in die bal, wordt opgenomen en uitgezonden. Ja. En die ballen worden dan, een deel daarvan wordt uitgezonden. Ja. Het is echt de bedoeling dat je daar een boodschap inzet van een mooi verhaal. Of een foto in de bal. Ja. Het verhaal kun je vertellen dus in de grote kerk van Emmen. Die ballen, en bij de boom ook. Ja, maken opnames bij de boom. Ja. En natuurlijk bij ons, want wij lopen allemaal met de boom rond. Dus mooie verhalen willen wij ook horen natuurlijk. En volgens mij s'avonds, of niet volgens mij, maar donderdagavond, de ballen in de boom. En de boom die wordt dan in het licht gezet. Ja. Volgens mij gebeurt dat allemaal om 7:30, hè? Ja. Tussen 7:30 op de donderdag, dan gaat dat spektakel beginnen. Klopt, dan is Joris Linza, die staat op een podium. En dan is het ook echt van wie zet jij in het licht, hè? Dus wie wil jij in de boom in het licht zetten? Dat kan. En dan gaat Joris aftellen. En dan gaat de boom verlicht worden. Ja. Mooi moment. Ja, ik verheug me erop. Ik ben ook heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Als je zo'n bal wil kopen, dat is bij jullie in een blokketje. Wat betaal je dan voor zo'n bal? Die is €5. €5? Ja. En dan kan je ter plekke je alles erin doen en ophangen. Ja, en dat geld gaat ook nagenoeg volledig naar het goede doel. Naar het vergeten kind. We hebben aangesloten ook bij jullie goede doel. Vinden wij ook heel belangrijk. Kerst heeft ook wel is een kindfeest. Mm-hmm. En we hebben met elkaar afgesproken dat de kosten die we hebben voor de boom en voor het plaatsen en voor alle inkoop, die gaan we gewoon met elkaar dragen als Rotary Clubs. En dan kan er heel veel geld naar het goede doen. Ja, ontzettend mooi. Wat een mooi gebaar ook. Ja, ja. Om die 9000 kinderen in Drenthe, want zoveel zijn het er in Drenthe, om die een hele mooie kerst te geven en daarna een mooie vakantie en die gelukkig te maken. En dat kunnen wij dan met z'n allen doen. Ja? En wij zijn heel blij dat jullie met ons dat dit is dat gewoon aangaan. Een voorbeeld hoe mooi samenwerking kan aangaan en allemaal te gaan voor een bepaald doel. En jong en oud, hè? Want jullie hebben toch ook een heel jong publiek. Ja. En Rotary staat bekend om iets ouder te zijn. Ja. Niet allemaal. Maar dat is heel mooi dat we die samenwerking hebben. En samen wordt het vast een heel leuk feestje. Ja. Absoluut. Dus iedereen die nu kijkt en die dit ziet, kom langs dus 13 en 16 december in het glazen huis, bij het glazen huis en bij de Wensboom. Ja. En kom van bal. Die donderdagavond. Precies. Ja. Kom erbij. Okay. Donderdag 13 december. Ja. Kom gezellig. Dank jullie wel en we spreken elkaar snel weer. Geweldig.